bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Wat hoor ik nou? Krassen, krassen, krassen. Jongen, jongen, jongen. Het begint nu alweer. Ja. Kijk, hey, wat ben je aan het doen? Een kraslot. Een kraslot? Maar dit is volgens mij wel een hele... dit is een hele oude. Deze is al 5 maanden overdijd. Zoiets, ja. Maar ja. Oké. Okay. Maakt niet zo uit. Maak je heel mooie die dingen? Ja. Yeah. Goeie vraag. Wat doe je nou? Oh, dus er zit je nummertjes erin. Ja, dat moet toch? Oké, okay. Ja, is goed. Oh. Dit ben ik gewoon een verkeerd. Ja, ja. Moet je een lipje afscheuren dan? Dat je weet dat je ja. Ja. Zo. Je kan ook gewoon naar de winkel toe lopen. Hè? Dan, dan wat? Dan scant hij hem. Ja. Dan weet je ook of je goed gewonnen hebt. Let's go. Dat hoef je niet te doen. Nee. Dat is schaats, ja, hè? Ja. Doe even wat anders. Schaats is 3. Hoepa. Oké, okay, nou. Dit gaan we wel duren. Ja. Lipje eraf. Er zitten karteltjes op. Ja, dat doe ik toch? Misschien ben ik wel miljonair al. Weet wat is eigenlijk de kans? Wat kun jij winnen? Gratis kraslot. Ja, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro. Dat is het laatste. Ja. Nou, dan word je nu eigenlijk al 11 keer een ster. Nou, ja. Kans is op 0 of 0. Ik heb 1 keer gratis kraslot gehad. Maar het komt echt lekker uit. En 1 keer 5 euro. Okay. Dus ik ben echt al super rijk. Ja. Het is dat ik die dingen krijg, maar ik vind het zonde van het geld. Ja, vaak krijg je ze inderdaad. Nou, eigenlijk altijd. Bel. Bel. 4. Zul je nu zien dat er 5000 euro waren? Nee, dat is zo waarschijnlijk bij de laatste. Dan stopt hij met 12 of 11. Ja, dat is altijd, hè? Vind je zo van mijn tijd? Oh ja, ja, nu komt het. Nee, ik kom zo wel even bij je kijken, wat is dat? Nou, we hebben niks. Ook niks? Nee, hier moet de tweede dezelfde staan. Oh. Maar dat is het dus niet. Ook niks. Dus we hebben geen geluk op 5 december. Nee. Wat had ik? Ik kom zo even kijken hoe het verder gaat. Een kaars, ja. Ik kom eens even kijken bij je. We zijn nu wat verder. Ik moet nog 1 hulst en dan hebben we 5 euro. Oh, nou. Dan zijn we rijk. Let op. Dat zal er wel niet tussen zitten. Een sneeuwpop. Nummer 25 is de eerste sneeuwpop die ik heb. En ik heb ook nog geen kerstman gehad. Oké. Okay. Gaat goed. Weer een sneeuwpop, wat is dit? Ja, let op, nou denk je. Oh, ik ga lekker en dan pijnlijk. Dan zit 26. Daarna komt 27. Een kaars, jongens, ik wil een hulst. Een kaars, dat was 27. Een kaars, hier 27. Ik heb er nog 2 voor nodig. Even kijken hoor. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31. Laat 31 dan de huls zijn. Nou, dat zou ik heel lief vinden. Ja, maar ik denk dat het gewoon... Oké. Kansloos. 28 is een kaars. Oh joh, nu hoop dat nog iets een kaars is. 29 is een bel. De bel gaat naar 29. Heel mooi geschreven. En dan de ene laatste is een slee, jongens. Ja, dat is een boeven. 30 is een slee. Oké, let's go. Ster, ga weg! Nope. Nope. Weg. 5 euro's. Ik moest er nog bij 3 en dan hadden we, als ik al dus bij de kaars... Al die tijd dachten we dat we al hier miljoenen hadden staan. Nou,
Nou, niks, hè. Ik kom even naar je toe, kijk, ik ga even met je meekijken. We hoefden nog één kaars, dan hadden we 50 euro. We moesten nog één slee, dan zouden we 20 euro hebben. En we moesten nog één huls, dan hebben we 5 euro. Waarom? Ik heb geen ene kerstman gehad, zoals je kan zien. Nee. Sneeuwpop heb ik 2 keer achter elkaar gehad. En ja, het is allemaal best droevig. Droevig, nou goed, schat. Het is niet anders. Gooi maar. Yes, topper. Nu heb ik vieze tafel. Ja, vieze tafel. En bedankt. Ja, jongens, het is natuurlijk elke keer wat veranderd. Ik kom naar binnen en opeens word ik gerend. Er is wat aan de hand. Wat is er aan de hand? Oh, weer een heel nest met baby-eenden. Oké, wacht even, ik loop er even. Oh ja, naast. Die 2 hier vooraan. Hebben we dus nu nog heel veel meer. Ja. Dat zijn wel hele kleintjes. Ja, die zijn nog echt heel jong. Dat zijn er wel heel veel ook. Ja, ze zijn echt nog heel klein. Ik zal even inzoomen. Deze zijn groter. Hier blijven jullie. Mams. Kijk, een pap zit er ook bij. Mams. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn een stuk of 12 zijn het er. Ja. Maar die zijn echt nog heel jong hoor. Die zijn net allemaal net uit het nest. Sommigen hebben al wat gele kopje dan de rest. Oh. Oh, oh. Oh, dan. Hier blijven. Ja, ja. Hier blijven. Nou. Jullie. Heel knap. Maar deze zijn wel heel gevoelig voor de reiger en dergelijke. Ja. Die zit er verderop, zit ook een vuut. Dus. Maar ze zijn wel leuk, hè? En een L hebben wij natuurlijk ook nog. Ja, die L zit aan de overkant natuurlijk. Ja. Maar ze vielen elkaar net al aan, het waren al twee. Ik zal even inzoomen. Ja, ze zijn wel heel leuk, hè? Ja. Mijn moeder komt 1, even... 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga het elke keer niet samen. Ze eten nu ook, hè, korrels? Ja, die kleintjes die eten hier vooraan, die grotere ene, die eten ook al. Maar die blijven ook lekker dichtbij. Die moeder is niet zo bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zijn er wel 13, zeg maar. Ja, zelfs. Zie je het? Echt heel veel. Het zijn er heel veel. Het heeft er echt een heleboel. Ik ben benieuwd wat daarvan overblijft. Ja, ik hoop heel veel, maar ja. Ja. Want bij deze waren het ook een stuk of 10, hè? Ja. Er zijn ook maar 2 over. Kijk, want sommige zijn wat, hebben wat geler bosje. Ja, sommige hebben echt wel echt een geel kopje en een geel bosje, inderdaad. En de andere hebben wat witter. Ja. Kijk, die voor ons heeft dat ook. Ja. 1 echt gele kop en 1 wittere kop. Ja, als ze maar een beetje onder die struiken blijven daar. Ja. Want dan zitten ze veilig. Ja, dan heb je die L weer daar. Ja, oké. Okay. Maar die L gaat ze denk ik niet pakken. Nou, hey, top gezien, Appie. Ja, ik zag die 1 en ik denk, oh. Leuk. Leuk, hè? Ja. Nou. Kijk, ze lopen nu allemaal lekker op de kant. Ja. Oh, mams gaat weer verder weg. Oh, mams, die... Het is echt heel schattig. Je ziet echt springen. Ja, het zijn allemaal muisjes, hè? Ja, het is echt heel schattig. Kijk, ze lopen daar. Oh, flats. Flats. Oh, het is echt... En paps er ook bij. Het is echt heel schattig. Nu hopen dat er geen... Ja, even gauw voordat we vertrekken zo meteen. Weet je, wat wil jij nou doen? Oreo aan het eten. Oreo? Oh, oké. Okay. Mm. Hey, we gaan zo even slapen. Mm-hmm. En dan... Ik zal hem even omdraaien. Dan zien ze mij ook tenminste. Mm. En dan gaan wij vandaag op vakantie. Ja. Ik ga nog niet vertellen waarheen. Want nee. Dat houden we nog even geheim. Want dat gaan we het maar zien. Mm-hmm. Maar we gaan weg. Mm-hmm. En zoals jullie hebben gezien, de koffer staat klaar. Ja. De tas staat klaar. Alle andere koffers ook. We gaan zo slapen. En dan... gaan we om 3 uur vannacht eruit. Ja. En dan gaan we om 4 uur opgehaald worden in een taxi. En dan moeten we om 4:30, 4:45 op Schiphol zijn. Dus dat betekent? We gaan vliegen. Dat wel. We gaan vliegen. Ja. Dat is even vertel. Maar meer vertellen niet in deze video. Dan gaan we vanzelf onderaan. We gaan de hele weg gaan we met de GoPro filmen. Ja. Want deze camera heeft een pluimpje en een grote statiefje. En weet ik wat. Te groot. Dus we gaan de hele reis daar naartoe. Gaan we met de GoPro doen. Ja. Dus dat is eventjes dan voor later. Als jullie deze video zien, dan zijn we waarschijnlijk alweer helemaal terug. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, voor nu is even duidelijk dat we dus op vakantie gaan. Ja. Tijdens de meivakantie. Ja. En deze reis stond eigenlijk al een paar jaar gepland. Dus dat door maar COVID. Maar ja, corona die... Ja. Dus we gaan... Maar goed, we gaan nu eventjes snel nog even op het koekje na dan.
Even wat slapen. Want om 3 uur gaan we de wekker en dan gaan we eruit. Je gaat ook slapen. Dus ik sluit voor vandaag af en dan gaan we maar even opschieten voor morgen. Yes, topper. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!